In dit filmpje ga ik jullie leren hoe je naar nieuwsberichten kunt zoeken in Google. De makkelijkste manier is dan dat te doen via Google News. Daarvoor moet ik eerst een zoekopdracht doen. Stel dat iemand mij vraagt van, hoe is dat nu eigenlijk in Donetsk? Het is daar oorlog, maar we horen daar niet veel meer van. Kan je daar een keer informatie over opzoeken? Dan ga ik eerst zoeken naar Donetsk. Als ik dat gewoon in Google doe, dan krijg ik heel veel algemene informatie over Wikipedia en dergelijke meer. Als ik naar Google News ga, dan filtert Google eigenlijk en gaat hij enkel dingen tonen die op nieuwswebsites zijn verschenen, zoals van kranten, van tijdschriften, van nieuwsagentschappen en dergelijke meer. Dus ik heb hierop gefilterd. Maar, het periode dat ik nu dit filmpje maak, is het ook juist Champions League en Real Madrid heeft gespeeld tegen Shakhtar Donetsk. Dus heel veel van de berichten die ik terugvind, die gaan over Real Madrid en over Shakhtar Donetsk. Die heb ik niet nodig. Dus wil ik die eruit filteren? Dat kan heel makkelijk door een NOT-operator te gebruiken. Een NOT-operator in Google is geen NOT, maar een min-teken. Ik ga hier niet zetten min-real. Want als ik dat zet, dan gaat hij ook het Engelse woordje real eruit filteren. En dat wil ik niet. Ik ga gewoon meteen de exacte combinatie Real Madrid eruit filteren. En dat doe ik door Real Madrid tussen aanhalingstekens te plaatsen. En dan filter ik de exacte combinatie eruit. Ik ga dit gaan bekijken en ik krijg enkel nog nieuwsberichten over de huidige situatie in de oorlog in Oekraïne en dan met betrekking tot Donetsk. Nu, stel dat ik zeg van ik wil ze sorteren of ik wil de meest recent, want kijk, het bovenste bericht is van het 14 nieuws, 1 september. Dat is toch ondertussen, en we zijn nu 24 september, meer dan 3 weken geleden. Dat is weer al een tijd geleden. Ik wil die ook uitfilteren. Ik ga naar zoekhulpmiddelen. En dan klik ik op recent en kan ik bijvoorbeeld zeggen afgelopen week of afgelopen 24 uur of dergelijke meer. Dat is één optie. De tweede optie is dat hier, want dat heb je bij nieuws, je kan sorteren op relevantie en op datum. Hij sorteert op datum, maar bij mij gebeurt er dan iets raars. Ik zal het eventjes proberen te tonen. Zodra ik sorteer op datum, dan gaan al die Engelstalige berichten die relevant zijn voor mij, die gaan eruit. En ik kom terug weer op voetbalberichten van Ajax en dergelijke meer. Maar de dingen die ik nodig had, die zijn weg. Dus dat heb ik niet nodig. Dus daarom zei ik van beter sorteren hier op aangepaste periode of afgelopen week of afgelopen 24 uur. En dat werkt precies beter. Trouwens, die sorteren op relevantie en sorteren op datum. Bij nieuws heb je die meteen. Bij dingen als web of bij afbeeldingen heb je die niet meteen. Als ik hier naar zoekhulpmiddelen ga, kan ik wel op periode, maar daar kan ik niet op datum. Dat kan je wel zodra dat je een periode geselecteerd hebt. Dan komt gesorteerd op relevantie of gesorteerd op datum tevoorschijn. Maar dus bij nieuws heb je dat wel direct.